Welkom bij Crystal Beauty and More. Ik ben Jennifer. Ik ben Crystal en vandaag hebben we weer een nieuwe video. Hallo. En dan doe ik. Ja. Fijn dat je er bent. Nou, zoals jullie allemaal kunnen zien hebben op de thumbnail, onze favoriete parfum. En hoeveel hebben we er eigenlijk in? Ieder 5. Toch? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ja. Het staat wel heel leuk. Lijkt me of we bij een parfumerie werken. Maar dat doen we niet, hè? Nee. Nou ja, we gaan gewoon. Gaan we hem random doen of gaan we van één bepaalde kant naar onze favoriet? Ja, doen we gewoon van de minst favoriete naar het favoriete. Ja, dat vind ik wel een hele goeie. Nou, ga jij beginnen of ga ik beginnen? Ga jij maar een keer beginnen. Oh, nou ja, dan heb ik deze van Ralph Lauren. Ralph. En dit is echt een hele. Ja, deze heb ik echt al heel lang. Maar dit is echt een geur die ik heel lekker vind voor de zomer. En bij deze parfum zit er eigenlijk wel een verhaaltje aan. Ik had een vriend en die is helaas met zinloos geweld om het leven gekomen. Maar deze heb ik dus van hem gehad. Dus ik wil hem ook niet te veel opspuiten. Maar deze is echt heel lekker. Ja, het is echt zo'n zomergeurtje. Ja, het is echt inderdaad. Ja, ja, echt zo'n frisse. Ja, ik vind hem heerlijk. Dus ja, deze is echt, was vroeger altijd mijn favoriet. Nou, nu heb ik een andere favoriet. Maar goed, ik gebruik hem nog steeds, want ik vind hem heerlijk. Dus dat is deze. En voor mij is dat Paco Rabanne Ultra Violet. Ja, die ken ik ook. Die gebruik ik zelf ook. Die is echt super lekker. Ja. Ja, het blijft heerlijk. Ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, die hebben we allebei, hè? Ja. Ja. Ja, geweldig. Even kijken hoor. Nou, dan heb ik van Guess. Ik kan hem wel laten zien. Dit was eigenlijk vroeger altijd mijn favoriet. Ik gebruik hem nog steeds, want ik vind het echt een luchtje ook voor. Stel dat je gewoon naar de sportschool gaat. Wat? Of je hebt een luchtje in je tas of wat soort dingen. Gebruik ik eigenlijk altijd deze. En, dit is dan de Seductive van Guess. Dus dit is echt mijn all-time. Nou, ik kan hem wel even. We gebruiken even een papiertje. Zoals bij de doekklas ook, hè. Ja, dit blijft gewoon mijn all-time. Ken je hem of niet? Nee. Ja, dit blijft gewoon een all-time favorite voor als ik gewoon lekker simpel. Maar ik dacht dat dit altijd mijn favoriet was van Guess. Toen kwam ik deze tegen. En dit is Guess Girl. Ja, Guess Girl. Ja, super lekker. Dat en kijk, mooi uit, ja, leuk hè. Kijk dat flesje, jongens. Ik zou hem alleen al kopen voor het flesje. Voor het flesje, ja. Ja. Nou, dit is een nieuwe, dus hij zal niet gelijk sprayen, maar ik ga hem even. Oh, nou, volgens mij. Ja, dat was de tweede, ja. Ja, ook weer heerlijk voor de zomer. Ja, het is echt een zomergeur. Lente zomer. Ja. Ja, hè? Ja. Ja. Dat is de, ja, maar dat heb ik ook altijd. Altijd als ik mijn parfum spuit, ik moet altijd niezen. Ja, stom is dat. Dus het verbaast me dat het bij mij nog niet, want ik heb wel al kriebel in mijn neus. Verbaast me dat bij mij nog niet. Ja, ik kan ook echt ineens zo. Dus ja, nee, deze. Hij is wel echt mooi. Hoe vind je hem? Ja, hij is lekker. Hij ruikt ook lekker, ja. Ja. Dus dat is die. En voor mij heb ik Opium Black van Yves Saint Laurent. Ja, en jongens, nou, deze hebben jullie al vaker voorbij zien komen. Toevallig in onze andere video. Ik zou zeggen, ga die ook even kijken. Ja. Dus ja, wij weten hoe die ruikt allebei. Ja, dus, maar we hebben natuurlijk ook de goedkope variant. Klinkt ook weer zo raar. Maar een wat goedkopere versie van de Black Opium. Bij, van Frederica Mahora. Ja, deze hebben we gekregen van Roxanne. En ik zal haar gegevens even hier onderin ook weer linken. Ja, de geur is echt bijna exact hetzelfde als de echte. En vele malen goedkoper. Dit was 50 ml. Of hij is 26,95 of 20,50, geloof ik. Ja. Maar ga naar Roxanne toe. Zeg dat je gezien hebt dat wij haar parfum laten zien in de video. En je krijgt maar liefst 30% korting. Dus ga daar zeker even een kijkje nemen. Ik zal hem hieronder weer linken. En dus ja, ga kijken. Ze hebben, nou, tig lijsten. Ja. Hey, hè? Dat, je moet gewoon even aan haar vragen of je een lijst kan krijgen. Je hebt voor mannen, je hebt voor vrouwen. En unisex. Kijk, dus voor ieder wat wils. Dus ga zeker kijken. Dus, ja, we weten hoe die ruikt. Dus ja, we hoeven hem niet meer te ruiken. Maar ja, weten we eigenlijk van alles. Maar ja.
Dus zeker, zeker een aanrader. Hè? Ja, zeker. Nou, dan komen we bij mijn andere favoriete luchtje. En ja, ik ben echt wel van de zoete luchtjes. Jij, ja, jij ook wel. Ja, ik hou ook wel van zoete luchtjes. Maar ik ben ook wel weer dat ik soms gewoon even gewoon zo'n frisse geur. Niet te zoet en niet te zwaar. Gewoon net een beetje tussenin. Ja. Ja, ja. Nou, dan heb ik deze. Deze is van Replay en dit is de Essential. Ja, ik zal hem even, want dit is ook weer een nieuwe. Ja, ik heb stash, jongens. Replay. We hebben geen geld, maar spullen. Dit is het flesje. Je hebt niet alleen parfum van Replay, maar toch ook die jongens die zingen. Ja, daar was ik vroeger dus helemaal fan van, hè. Ja, geweldig. Ik ben een tijdje terug met mijn moeder naar de damesbeurs geweest. Ja. Tegenwoordig heet het huishoudbeurs. En daar waren ze dus aan het zingen. Nou, dat was geweldig. Zo grappig om een keer te horen. En dan kom jij ineens. Oh, dat was Gordon. Nee, ja, maar met Replay. Oh jawel, zie je wel, had ik het wel goed. Wereld ondersteboven. Ja, nog steeds niet geloven. Oh, lekker mijn haar, mijn lipgloss. Nee, dus deze. Ja, ik moet ook altijd aan Replay denken hoor, als ik dan deze pak. Maar ik zal hem even op de doos sprayen. Oh, ja. Ja, sorry, maar deze. Oh ja, hij ruikt een beetje naar suikerspin. Ja, ja, ja. Hij ruikt heel stom. Hij is heel zoet. Ja. Ja, ik vind hem heerlijk. Als ik dan denk aan de kermis. Ja, hij is heel zoet. Ja, grappig. Ja. Deze is ook weer zo'n parfummetje die ik gewoon in mijn tas heb, weet je wel. Heel vaak is deze in de aanbieding bij Douglas, als ik het goed zeg, of bij Issy. Ik moet even kijken als ik het kan vinden. Link ik het hier weer beneden. Maar met die korting is, ja, dit is 50 ml. Even kijken, nee, 60 ml. Nou, wat betaal ik er meestal voor? Ik geloof iets rond de 30 euro of zoiets. Dus dat valt op zich. Dus een lekker luchtje ook. Sun van Jill Sanders. Ja, die kent iedereen denk ik wel. Ja, maar het is ook echt een oud geurtje. Ja, ja, en het is ook echt een beetje een lente-zomergeurtje. Ja, ja. En hoe grappig is het eigenlijk? Ze zijn bijna niet veranderd. Heel vaak met parfums. Verpakkingen of gummen. Ja, ja, ja. Veranderen ze weer. Ja. En zo, niet op je hand spuiten, Jen. Ja. Ja, deze vind ik ook lekker. Het is gewoon nog ouderwetse geur. Ja. En dat merk ik wel. Ik vind hem wel heel sterk. Hij is heel sterk. Heel sterk, ja, dat wel. Maar ja, qua uiterlijk. Mijn zus gebruikte dit vroeger al. Ja. Vanaf jongs af aan. Oh, dan herken je het geurtje juist, hè? Ja. Ja. Ja, dat heb ik met een bepaald geurtje. Ik weet niet hoe die heet. Dus mama, als je kijkt. Je had altijd zo'n flesje met zo'n puntvorm eraan. En volgens mij was dat Naomi Campbell, maar ik weet het niet zeker. Maar als ik dat luchtje ruik, moet ik altijd aan mijn moeder denken. Ja. Grappig, hè? Dat een geur dus je eigenlijk ook kan mijn ruiken. Mijn oma die had altijd vroeger ook een ding. Dus dat was met cijfers. Iets van... Ja, ik weet niet meer precies wat het Chanel was. Chanel 5 of dat nee, niet? Nee. Het is echt wel een beetje... Ja, het is echt wel vroeger. Als ik het een keer vind, dan zou ik het zeggen. Ja. Weet jij nog, je had vroeger zo'n luchtje, die gebruikte ik altijd, van Musk. Van had een zwart flesje met een rode dop. Ja, ja. Als ik hem kan vinden, zal ik hem nu hier eventjes in beeld laten zien. Ja, ik weet welke je bedoelt, maar... Dat luchtje heb ik echt... Nou, gebruikte ik altijd naar school toe. Ja. Of naf. Ken je dat nog? Ja, ken ik wel. Ja, laat ik ook wel even, als ik een foto kan vinden, laat ik hem zien. Ja, oh grappig. Grappig, ja. Heb jij echt oude geurtjes dat je zegt? Ja, ook dat. Ook dat, ja. Hè? Ja, ja. Ja, ja. Nu dat jij het over hebt, dan ga ik over nadenken. Grappig, hè? En daarna ben ik altijd overgestapt op dingen van hypnose. Dus die ken ik ook, en, ja. Die heb ik echt jaren gebruikt. En toen ineens kreeg ik een parfum van iemand anders. En jullie gaan straks wel zien welk parfum dat is. Ja. Ja, sorry, we dwaalden even af. Maar het is zo leuk om dat je een geur aan iemand linkt. Heb jij dat nou ook? Laat het hieronder eens weten welke geur jou aan wie doet denken. Of andersom, weet je wel. Heel veel mensen zeggen ook dadelijk met mijn favoriete geur als ik die op heb. Dat zou jij ook nog steeds wel zeggen. Ja, dat is Chris. Dat geurtje is echt mij. Dus... Ja, maar dat is ook zo. Grappig is dat, hè? Dat je toch iemand... Want als ik dit bij mijn... Want kijk, bij mij ruikt hij heel anders dan bij mijn zus. Ja. En als ik dan mijn zus... Als ik dan iemand voorbij... En ik ruik die geur die een beetje hetzelfde ruikt als bij mijn zus... Dan denk ik, en dan denk ik gelijk aan mijn zus. Ja, grappig is dat, hè? Ja. Even kijken, we waren gebleven bij Sun, dus dan was ik. Nou, ik heb deze sinds kort... Echt een heerlijk geurtje. En dit is van Lady Million. En dit is... Oh my god. Ook weer van Paco Rabanne. Nou, dat is volgens mij onze favoriet ook wel een beetje. Ja.
En dat is deze. Ja, nou sorry, de verpakking. Ik vind hem al geweldig. Nou, je ruikt hem nog wel een dopje, maar ik wil hem gewoon weer even... even ruiken. Oh, ik moet ook bijna niezen. Oh, die ruikt ook lekker, ja. Ja. Oh. Heerlijk. Ja, maar hij is niet te sterk. Nee. Ik vind hem gewoon ook lekker voor als je in de zomer en het is een beetje te heet, maar je weet dat je of naar het strand gaat of weet ik veel, dat je geen insecten of wespen of weet ik veel wat we hebben, denk dat je deze het beste kan gebruiken. Ja, inderdaad. Ja, ik vind hem echt heerlijk. Dat was vroeger mijn favoriete geurtje. Die heb ik toen ooit van iemand gekregen. En die heb ik jaren gebruikt. Dolce & Gabbana The One. Ja, die heb ik dus, ik ken hem dus wel, maar ik heb hem dus nog nooit geroken. Ja, en ik heb hem al echt jaren. Het is niet mijn favoriete. Ik heb er nog eentje die nog beter is. Ja, die komt zo meteen natuurlijk, dat begrijp je wel. Ja. Oh, maar ik vind hem wel lekker. Ja, heel sterk ook wel, maar wel, ja, hoe zeg je dat? Subtiel sterk. Subtiel sterk, ja, ja. En die heb ik toen ooit een keer van een vriend van mij gekregen. En sindsdien gebruik ik die. En toen kwam er een andere uit in diezelfde variant. En dat is die daar bovenop staat? Ja. En welke is dat? Dit is Dolce & Gabbana The One Rose. Oké, okay, nou die willen we natuurlijk ook ruiken. Zullen we die gelijk doen dan? Natuurlijk. Gelijk doen dan. Ja, want jij hebt nog een special extra. Special extra. Oh. Ja, ik denk wel dat het een broertje van die is, ja, maar is die... Oh, lekker. Maar de ene is meer naar roos. Ja, ik ben normaal niet van de rozengeur, maar deze vind ik echt heel lekker. Ja. Oh, lachen. Ja, grappig hè. Maar deze heb ik wel eens geroken bij je. Ja. Dat nu, je neemt gelijk de geur. Ja, hij is zo fijn. Grappig is dat dan, hè? Ja, jongens, dan komen we bij mijn all-time favorite. Geloof mij, als deze ooit uit stok raakt... Ik ga elke winkel af en ik ga echt een grote... Je doet gewoon zo. Ja, nou, ik ga opkopen. Want als deze mag er nooit uit. En jongens, en wat is het? Het is Chador Dior. Ja, maar die ruikt ook wel echt lekker. Dit is echt... Oh, al mag ik nog maar één parfum dragen in mijn hele leven. This is the one. Ja, echt waar. Nou, we gaan hem ruiken. Jen heeft hem laatst ook geroken. Ja, ik vind hem ook onwijs lekker. Ja. Echt. Oh. Ja, en ik ruik nu inderdaad ook gewoon mij. Ja, ja. Als ik ging stappen, ja, dan was het ook... Ja, dat deed ik dus met die ook altijd. Oh, ja. Ja, maar dit is ook wel echt een ouderwetse geur. Ook. Ja, maar... Oh. Dat je echt denkt van, oh, dat is mij. Ik, het is jammer... Het is net niet op. Ja, het is dat ik deze nu op heb, maar anders... Ja, sorry, nee, ik... Maar het leuke daarvan is, jongens, want we hebben van Roxanne nog weer een luchtje gekregen. En dat is deze. En het nummertje is volgens mij nummer 10. En dit is dus de variant Chador. Oh, nou ben ik wel nieuwsgierig of die ook echt... Nou, ik dus ook. Oh. Nou, dat gaat goed. Nou, jongens. Oh, kijk, daar is die. Ja, echt hoor. Nou, we hebben hem. Zo. En dan ben ik benieuwd of het flesje anders is. Oh ja! Die is rond en deze is vier. Oh, leuk. Nou, dus toch andere. Ja. Oh, dat vind ik wel heel leuk. Oh, het dopje van die hebben we gemist. Die ligt ergens op tafel. Ja, nee, dat geeft niet. Nummer 10 inderdaad. Nummer ook weer van 10. Frederico Mahora. Het is echt een lekkere tongenbreker. Nou. Dus wil je dus die 30% korting? Ga naar Roxanne. Ga zeggen dat je via ons komt. Via de video, Crystal Beauty and More. En dan krijg je korting. Oh, ik ben nou... Ga het eens even spuiten, want nou ben ik wel nieuwsgierig. Volgens mij ruik ik hem al. Oh, ja. Ja. Ik krijg nou wat. Ja, dag. Echt? Ik ga heel eerlijk zijn. Hij is niet exact. Nee. Maar ik ruik hem echt. Ja, hij komt wel in de buurt. Hij komt in de buurt, maar ja, ze kan toch niet bestellen. Tuurlijk. Als ik, weet je wel, maar... Hij is niet slecht. Nee, maar ik ruik hem wel echt. Je ruikt hem ook wel, maar het is niet... Ja, maar toch ruik ik toch iets van een ander... Hij is zoeter, denk ik. Maar... Nou, dat wilde ik zeggen, ja. Ja.
Maar hij ruikt er wel naar. Maar niet exact. Dus ga ik zeggen, die vond ik wel meer naar die luiken. Maar ja, ik ga toch voor de echte als ik... Ja. Maar ik vind hem wel lekker. Hij is misschien net iets frisser. Ja, ik ruik de ondertoon wel. Maar nee, ik zou wel voor die gaan. Maar dankjewel Roxanne, want ik vind hem wel heel lekker. Dus we gaan hem zeker weten gebruiken. Ja. En ga ik nog even storen voordat we naar het laatste luchtje gaan. Want we hebben ook van Roxanne, heel lief, hebben we een mascara gekregen. Dit is de Legendary Full HD Lash Mascara. Ook weer van Frederico Mahora. Jezus, dat zeg ik lekker de tongbreker. Oeh, wat een mooie verpakking. Ik weet niet of jullie het kunnen zien door de belichting, maar... It's gold! It's gold! En daar ben ik wel benieuwd naar. Dus deze zullen we gaan testen en dan zullen we op de story denk laten weten hoe dat die is. Ik ben benieuwd naar het kwastje. Oeh! Ja, sorry, ik moet altijd... Ja, dat doe ik ook. Ik moet altijd aan mascara ruiken. Borsteltje is wel heel... Ja, ik vind het wel fijne borsteltjes als ik heel eerlijk ben. Sommige zijn echt van die plastic, die vinden ze heel fijn. Maar ik vind deze dan weer heel fijn. Ja, hij is wel mooi. Oh, ik ben wel heel benieuwd. Ja, die gaat dat hij heel veel volume ook gaat geven. Ja, dat geeft hij natuurlijk ook aan. Full Day Lash Mascara. Nou, deze gaan we nog proberen. Dus die, die zullen we later bespreken. Of op Facebook of op Insta. Of allebei Facebook en Instagram. En dan kunnen we eventueel in de volgende video nog even bespreken. Dus, dankjewel Roxanne. Zijn we weer blij mee? Ja, sowieso. Ja, toch? Sowieso. Nou, en dan gaan we naar de last best. Dus eigenlijk is dit een extra luchtje. Extra. Maar we willen hem wel erbij voegen. Nou, ik heb ooit van mijn collega, van een oud collega van mij gehad, van Term. Dat is zo'n body mist. Ja, Termen. Oh, van dat is, Termen. Ja. En ik zei net al tegen Christel, die gebruik ik eigenlijk als je gewoon even snel weggaat. Ja. Ja, maar zo'n body mist is gewoon lekker af en toe. En deze ruikt zo lekker. Toen ik hem rook, toen ben ik naar de winkel gegaan. Klinkt heel stom, heb ik gelijk 3 gekocht. Nou, ik wil straks even opschrijven hoe deze heet. Bali Flower heet die. Van Term. Hey, ik denk dat je de kleur niet helemaal ziet. Hij is een klein beetje licht roze. Als ik hem moet omschrijven, dan ga ik naar het strand. Doe ik deze op. En dan zie je zon, zee, cocktailtje. En een heel klein beetje spa. Ja. Oh, lekker. Hij heet Skincare, Term Skincare Bali Flower. En zo. Energetic. Of niet? Energizing. Energizing. Body mask. Nou jongens, ik ga... Flower Beauty. Oh, kijk. Nou, ik ga van Jen even haar luchtjes even opschrijven en dan ga ik opzoeken. Ik ga, als ik alles kan vinden, ga ik hier beneden in de beschrijving alle geurtjes zetten met ook de prijzen die ik kan vinden. Ja. Dus het kan misschien verschillen dat het bij een andere winkel goedkoper of duurder is. Maar ik ga kijken wat ik kan vinden. Ik ga je alleen wel vertellen, deze is niet meer in de winkel te verkrijgen. Maak je ze even blij met een dode mus. Maar wel online. Oh. Ik vond ze nog wel online. Niet in de winkels, niet meer bij Douglas en niet meer bij Easypudding. Oh, oké. Okay. Alleen nog maar online helaas. Ja, ik ga in ieder geval mijn best voor jullie doen om alles, alle linkjes erbij te zetten. Ja. Ja, als jij nu moet kiezen, Jen, uit deze luchtjes en je mag echt maar één luchtje kiezen, welke wordt het? Ja, sorry, mijn all-time favorite. Sorry, als... zoals wat Christel zei, als die ooit uit stok gaat, dan... Inslaan, jongen. Rennen naar de winkel en inslaan. Nou, ik vond het wel erg dat ze niet meer in de winkel hadden. Ja, snap dan ik. Dan moet je online... Kijk, nu, ik heb nu nog... Een beetje, maar ik moet echt weer een nieuwe gaan bestellen. Maar meestal met de zomer gebruik ik die body mist, omdat het gewoon even lekker fris. Ja, nou, ik heb dus ook een body mist van Rituals. Ja, Rituals. En dan heb ik de Karma. Die is Karma, zo lekker. Karma. Ja, en ik vind die van de Hammam vind ik ook wel heel lekker. Daar heb je een beetje dat spa-effect. Die vind ik ook wel heel lekker. Dus, dus jongens, laat even weten in wat de reacties wat jullie favoriete geur is. Ja. Misschien staat hij hier wel tussen. Oeh,
leuk. En misschien heb je wel iets heel anders dat wij misschien ook wel een keer willen gaan testen. Ja, of dat je zegt, ja, die moeten jullie echt kopen en die moet je ruiken. Ja. En, dus laat het ons weten. Ja, nou ja, ik ga echt voor die. Jen gaat voor die. En ja, ik ben benieuwd wat jullie favoriete geurtje is. Laat dus, het ons weten hier beneden ja. In de beschrijving. Superleuk. Vond je deze video nou leuk? Deel hem natuurlijk eventjes. En Jen zei het al, dikke duim omhoog. En als je dan toch bezig bent, vergeet even niet te abonneren. En dat belletje aan te tikken. Want dan mis je niks meer van onze video's. Ja, en volg mij natuurlijk ook even op Instagram en Facebook. Jennifer ook. Ik zal hieronder ook weer Jender Instagram linken. Ja, en dan willen we jullie bedanken voor het kijken. Ja, en tot de volgende video. Doei!